Was het even, want je hebt natuurlijk je succes hier in Nederland gehad, maar was het dus even eigenlijk weer terug naar het begin? Ik heb nog steeds succes in Nederland natuurlijk, dat is ook hartstikke mooi. Maar ik heb inderdaad veel meegemaakt en het was in die zin terug naar het begin. Ik kan natuurlijk een gouden ketting van 17.000 euro om mijn nek hangen. Hmm. Dat kan. Maar ik kan ook zeggen, voor de helft van dat bedrag ga ik 3 maanden in L.A. zitten. Je vertelde dat voor hetzelfde geld daarmee een ketting... precies. Zo. Nou ja, voor, ik kan natuurlijk een ketting, een gouden ketting... Oké, in 5. Nou, ik kan natuurlijk een gouden ketting van 17.000 euro om mijn nek hangen. Maar ik kan ook voor dat bedrag 2 keer 3 maanden naar Los Angeles gaan. Maar dan moet ik wel bereid zijn om gewoon een kamer te huren bij iemand thuis. En gewoon met blueberry granenshakes en cornflakes een beetje te leven. Ja. En niet in de Four Seasons en snap je wat ik bedoel? Ja. En ik bedoel, maar het is gewoon het avontuur, weet je. Het is, je gaat het avontuur aan en dat is ook die roeping. En ik heb 2200 e-mails verstuurd daar. Nou, er kwam op 10% iets terug. Dat is 220 mails ongeveer, denk ik. En daarvan weer een tiende, dus van dan heb je 22 meetings in een paar weken. En daar moet je dan weer mee verder gaan. En ik was wel echt keihard aan het werk. Ik bedoel, ik had het rustig in de zin van dat je niet op tour was in Nederland of de promotie in de pers aangelegenheden had. Maar ik heb gewoon keihard gewerkt. En daar heb ik zoveel van geleerd. Dat heeft me zo rijker gemaakt. Ik wil het gewoon, weet je, ik ga heel diep in op al die zijwegen van mensen die hun twijfel op jou projecteren, whatever. Ik ben een gevoelsmens. Maar ik denk dat het is los van muziek. Het is iets waar iedereen wat aan kan hebben, weet je wel. En ik zeg ook niet dat ik het allemaal zo goed weet. Hè? Juist helemaal niet. Maar ik wil ook leren van anderen en ook eerlijk naar jezelf kijken. En dat maakt het interessant voor je repertoire, weet je wel. En dat betekent niet dat ik ben nog steeds dezelfde figuur met bepaald karakter en bepaalde drive wat betreft hip-hop maken en bepaalde technische kwaliteiten die ik hoog wil houden. Maar inhoudelijk is dat een deel van die roeping uitzoeken, weet je. Ik ben gewoon ready om dat te delen met mensen. En hoe meer ik erin opga, hoe meer ik me realiseer, dit is mijn ding, dit is mijn pad en ik ga er niet van afwijken. Omdat je ook gewoon heel veel verwachtingen creëert die niet bij jou passen door hitsucces. Mensen verwachten een ding steeds opnieuw. Heel veel acts doen ook hetzelfde ding steeds opnieuw. Ik wil gewoon kijken hoe ver ik mezelf kan motiveren en wat ik kan maken en wat ik kan bereiken. En daar is een ultiem doel in en dat is toch ook anderen helpen, weet je wel. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijke drijfveer is in een celebrity zijn. Van, daar kun je iets mee en daar kun je mensen mee raken en andere mensen mee stuwen. Dat vind ik gewoon steeds mooier, weet je. Snap je wat ik bedoel? Wat ik wel interessant vind, je noemt die ontwikkeling van ook je eigen vaardigheden toen je in Amerika was. En je hebt een EP gemaakt, Collabs. Ja. Dat is met een aantal Amerikaanse MC's die jij ook vroeger graag luisterde. Dus van deze periode, is er iets wat je voor jezelf ook hebt meegenomen en ook richting het album toe, gewoon muzikaal gezien? Uit die EP-periode? Gewoon ook eigenlijk de hele tocht naar Amerika in de zin van je vaardigheden als rapper. Ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld de studiosessie met WC, Skip. Dat is bijna de oom van de West Coast rap. En Dub C, het was ook heel tof. Die sessie heeft hij gewoon voor niks gedaan. Terwijl het is echt een gast, weet ik veel, 5, 6 miljoen albums verkocht. Mm. En ik ben heel erg accuraat met hoe je het achter de schermen regelt. Want als je niks bezit, heb je ook niks. En dat was echt een goed gevoel. En hij zei, nee, weet je, we doen het on the strength of wie we zijn. En dat was heel bijzonder. Maar in die studio's, dat was in de Skip Sailor studio. En Skip Sailor heeft echt engineering sessies gedaan voor superveel hip-hop classics. Mm. Weet ik veel wat daar hangt aan awards in zijn studio. Slim Shady, LP, Eric B. Rakim, Follow the Leader, tot en met DJ Quick, bijna elk album. The Predator, Ice Cube. En die gasten, weet ik veel wat daar, zelfs Use Your Illusion, Guns N' Roses, okay. De rock album heeft hij ook iets mee te maken. En die gozer, die zit je met Skip Sailor, een oude rockgast die toevallig 80 hip-hop albums ook iets mee te maken heeft. En dan vertelt hij al die anekdotes, hoe vroeg Ice Cube vroeger naar de studio kwam, dat hij om 6:15 al in zijn auto voor de deur stond, terwijl hij om 9:00 pas binnenkwam. En de gedrevenheid van een Cube en de mix sessies met Dre en al die dingen pik je op. Maar en dan zit je met zo'n gast in de studio en dan doe je verse maar, weet je, WC komt zo.
En ik ben opgegroeid met die gasten. Vanaf klein mannetje, van mijn 14e tot mijn 34e luisterde ik altijd naar WC en naar MC8. En dan staan ze naast je en dan is het gewoon van oké, nu moeten we werken. En vooral die sessie is heel erg van intonatie en gewoon dan leer je je vocal performance, leer je gewoon heel veel dingen van. Dat heb ik meegenomen. En met MC8 was ook waanzinnig. Is ook een legende in de hip-hop. En die had een couplet geschreven. En ik had mijn verse net opgenomen. Hij kwam binnen. Toen dacht ik van wacht, ik ga toch nog extra schrijven. En dat zijn hartstikke mooie momenten. En wat voor mijzelf ook heel leerzaam was. Het is niet een bevestiging uit ego. Maar het is een bevestiging van dat je op het juiste pad zit. Met datgene wat je hart je ingeeft. Als ik in Jamaica ben. En Yellowman die wil dat ik op het podium kom. Die kan je beter maar geloven dat ik bloedzenuwachtig ben. Weet je, met bloednerveus. Ja. Want Jamaica is een land waar men muziek echt heel serieus neemt. Los van statistieken, cijfers, verkoop of whatever. Music is super important. Like oxygen is echt zuurstof voor de mensen. En Yellowman, ik ben opgegroeid met hem van klein kind af aan. Die man heeft 60, 70 albums. En ik heb natuurlijk wel een song met hem gedaan en we zouden een clip opnemen. Maar toch, van ja, kom op stage en dan hij zegt wie je bent en doe het maar, bam. Nooit gerepeteerd met zijn band, whatever. En je doet wat en dan de connectie met het publiek en de reacties die je krijgt. Terwijl dat voelt heel tof, omdat je hier heb je iets heel tofs opgebouwd in Nederland en België. En dan toch eigenwijs in andere gebieden dat verkennen zonder een label achter je en zonder een management. Omdat ik dat in die periode helemaal in mijn eentje ging uitzoeken. Dat geeft je gewoon heel veel voldoening voor je vak. En dat neem je mee in je gevoel met creëren. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat voor mij is met Yellowman optreden in Jamaica is voor mij even belangrijk en even tof als een award winnen. Ja, want je hebt over Determination, over het album gezegd. Je hebt het nooit gemaakt om ergens door te breken in het buitenland, Engelstalig. Je hebt het puur voor jezelf gedaan, voor je eigen voldoening. Dus in die zin, hoe zou jij Determination als succes zien, zeg maar? Wanneer is het een succes voor jou? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, Determination is voor mij een succes omdat ik hem überhaupt afgemaakt heb en uitgebracht. En ik heb natuurlijk in allerlei constructies gezeten. Ik heb een album gedaan voor EMI, dat is nu Universal. Ik heb een album gedaan voor Virgin. Ik heb een paar albums met Pios gedaan. Ik heb ook met Pios een aantal albums gedaan. Independent, dat zij alleen distribueerden. En ook een joint venture. En ook heel veel alleen. Pardon. En Determination is ook weer gewoon mijn eigen label, mijn eigen onderneming. Dus daar ben ik gewoon heel trots op. En dat is al een succes. En ik heb bij elk nummer een clip. En bij één zelfs twee clips. Dat is al een succes. En de erkenning die je krijgt is heel mooi in het buitenland. Ik kreeg van de week mail van Lord Sear van Shade 45. Dat is dat radiostation van Eminem. Nou, een van de tracks vond hij helemaal geweldig. En weet je, dat soort dingen zijn super tof. En ik ben met mijn agent in Los Angeles bezig met dingen. Maar ook in Nederland, ook echt jong en oud, weet je wel. Pardon. Iemand als Kwebbelkop, weet je, die een super grote following heeft op YouTube. Die vindt dan mijn laatste video super vet en die dingen vind ik gewoon leuk om te zien. En weet je, ik geloof niet echt in het oude idee van doorbreken in het buitenland of zo. Omdat het systeem anders in elkaar zit nu. De infrastructuur is anders. Dus mijn overtuiging is, je moet muziek maken die resoneert. Weet je, die mensen wat doet en raakt. Resonates with people. Right. En dat die mensen waar mensen wat aan hebben en wat mee kunnen. En dat kan entertainment-wise zijn en ook gewoon humor hoor. En of leeg en grappig. Of met een message. En ik geloof daar gewoon in. En elk podium waar ik op sta, of het nou in de Viper Room in Los Angeles is, of ik ga vanavond naar Woerden. Mm. Elk podium waar ik op sta, daar zorg ik dat ik iets achterlaat en mijn afdruk neerzet. Of mijn indruk achterlaat. Afdruk neerzet of indruk achterlaat. Als ik maar rap en niet gewoon praat. En dan is het goed. En dat is voor mij een succes, weet je wel. En natuurlijk is het heel tof om te kijken hoe groot het kan worden. Maar ik heb daar gewoon een stijl en een methode voor die ik wil hanteren. En niet. Want ik ben ook bij de grote labels geweest. Ik heb heel veel A&R's gesproken. Ik heb gemaild met de grootste A&R's ter aarde. En heel veel mensen zijn geïnteresseerd, weet je wel. En dat is ook een bevestiging dat ze überhaupt geïnteresseerd zijn. En het is ook gewoon de kans, het product en het moment. Van wanneer gooi je hem eruit? Past het bij het moment? Is de timing goed? Is het juist
zijn alle vlaggen zijn alle vlaggen dezelfde kant op gericht. En weet je, dat kun je ook niet forceren. Dus het allerbelangrijkste wat ik geleerd heb, is gewoon karakter hebben. En je persoonlijk trouw blijven aan je persoonlijkheid en doorgaan. Mijn agent in LA zegt altijd, keep on showing up to the football field, weet je. En voor mij is dat ook gewoon in Nederland, weet je. Ik doe nu een theatertour met Jurgen Rijman. Ja. 75 shows. En dan ga je ook gewoon overal heen. Weet je, Raalte, Woerden, Heerlen. En dat is fantastisch, weet je. Ik ben dankbaar voor iedereen die naar komt kijken. En die combinatie, daar zit denk ik wel wat in. En ik heb van de week een virtual reality clip uitgebracht met WeMake VR. Pionierend bedrijf hier uit Amsterdam. Die is nu te zien en gratis te downloaden op hun site. Voor als je een Oculus Rift hebt. En binnenkort komt de mobiele versie. Dan kan iedereen dus smartphone in een kartonnetje schrijven. En dan heb je eigenlijk een virtual reality device waarop je die clip kan zien. En virtual reality betekent dat je dus omhoog, omlaag, links, rechts, achter je stereoscopisch, full HD, 360 graden kan kijken. Je kan mijn DJ TLM zien, je kan naar mij kijken. Als je daar geen zin in hebt, zie je heel Amsterdam. Want we doen dus een set op de Westerkerk bijvoorbeeld. En in de Ziggo Dome, in het midden van de zaal, dan kun je de hele Ziggo Dome zien en zie je ons. En verspringen en heen en weer, dan sta ik daar en sta ik daar. Je kan die clip 6-7 keer kijken. En elke keer zie je mij op andere plekken. Dus dat zijn ook dingen die interessant zijn. En daar heb ik keihard aan gewerkt. Maar dat geven we dan gratis weg in samenwerking met WeMake VR. En dat is voor mij ook wel een succes, weet je wel. En daar hoef je niet eens overal aandacht voor te krijgen. Maar dat je dat gewoon doet. En dat je een van de eerste bent die dat mag doen. En ja, dat is gewoon waanzinnig. En ik weet niet, snap je wat ik bedoel? Het is een combinatie. Nee, voor mij is determination... Zeker. Voor mij is determination een succes als ik het gewoon uitbreng en dat er mensen zijn die het raakt en de positieve reacties die ik krijg en dat ik ook gewoon blijf werken en ook gewoon in Nederland en in het buitenland, weet je. En dat samen, snap je, alles telt. Dus het is niks is beter dan de ander of zo. En dat is voor mij het succes van determination. Gewoon mijn pad volgen, wat er, weet je, niet per se iets wat er al is. Heel erg bedankt voor je tijd. Ja, bedankt.